Vas-y. Hello, good. Yep. Zou ik niet beter bij Bravo gaan? Want die zijn maar met 3 nu. Ah. We hebben een standby. Op 2 keer. Oké, Alpha aankomen bij WiT 2. Ik denk 500. Ja, het zijn. Oké. Okay, Oké. Dan is het 6 Bravo 3. 6 Alpha 3 Bravo. Nee, hij zei Bravo, toch? Dus Bravo, dat is Zoog, Yannick en Mario. Correct. Compound, zeg maar, in dezelfde hoek waar je nu zit. Deur, yes. Gaat, jongens. Nog niet, hoor. Ja, ik hoor. Ik zie hem nog niet. Lekker worden, hoor. Het is frontale armen. Ja, ik heb die ongeveere positie, maar ik kan door die spreuken niet zien. Oké, jongens. Ik zou hem. Als je het. AT zo te zien. Ik kan er hier blijven en den tank in. Onder de raket houden. Dus als het misgaat, dan kan ik die raket opschieten. Even 3D sound gebruiken, jongens. 3D sound. We gaan het zo verplaatsen naar de muurtjes links of ten westen. Oké. Die andere troep moet voorzichtig zijn, daar is nog een infernant rust, die loopt oberhalb van de tank, richting die andere troep. Repeat. Ik heb waypoint Bravo op de map gezet, dat is uiteindelijk onze bestemming. Oké. Okay. Eerste bestemming. Zegen. Een mogelijkheid dat er nog bij in zit. Ik hoor explosies inslaan. Wat zo? Kopie. Gewoon een 3D sound gebruiken, middags. Oh ja, kom. Dikke duim. Ja. Ik hoor nu net de voertuig tot stilstand komen. Heb je dat ook gehoord? Oh, okay. Bravo voor Alpha. Wij hebben de truck die is uitgeschakeld. Die zit nu op positie bij de truck en wacht op orders. Wij zitten. Gemarkeerd, ja.
Oké, ja. Pilgrim, voorstel om een goed IR af te schieten over die radiotoren. Hier, Bravo voor Alpha. Ja, het duurt even. Duurt eventjes, ja. Lijkt me niet. Tenminste, waarom zou je gaan alarmeren dat je reinforcement stuurt? Ja, dat is een beetje zo, ja. Ik heb aangegrepen als excuus om een nieuwe bak te kopen. Het is toch de moment. Het was een heel nieuw. Ja. Die parachute zie je ook naar beneden vallen, hè? Wat grappig. Eentje of twee rondlopen. Ja. Ik heb in een paar seconden 200 patronen erin gejaagd, dus dat is wel. Het zat allemaal op video, dus dat is weer leuk. Die radiotoren moet wel redelijk makkelijk te zien zijn op die met IR. Dat is ook leuk. Moesten we nog verder? Hij gaat naar het oosten, via de wind. Het schreeuwen, bravo contact, wacht uit. Dan weten ze dat je contact hebt. Als je beschikbaar bent op de radio. Ja, als klote eigenlijk is dit alweer te ver. Ja, dat is waar. Voor de gewone chat, zeg maar. Opnieuw een voertuig uit het westen. We hebben nog een voertuig. Moment. Er staan nog twee trucks op die heuvel. Enemy, man, 12 o'clock, 300 meters. Ja, ik kom eraan, waar ben je? Achter de bal. Markeer even op de map en dan kom ik naar jou toe. Pilgrim, kan je even bewegen, want ik zit hier vast aan de deur. Thanks. Pilgrim, hebben jullie een kans om de tank uit te schakelen? We hebben geen AT meer. Ik ben hier pent down in dat huis hier, ik kan niet naar buiten. Als het goed is heeft Lex ook een anti-tank in die jeep gestoken daar. Ik ben bij. Dunne 6 graden ampère. Volgens mij is een van die tanks uitgeschakeld. Oh nee, beweegt nog. Nee, die ligt. Minimaal 8 voertuigen. Je hebt nog 5 trucks in de. Truck front 200 meters. Ik ben weer op, maar ik zit vast gepind achter een muurtje met nog een schilka op de heuvel. Dat
6 o'clock. Enemy. Medium range. Komt in orde. Oké. Okay. Shit, waar is die die gun naartoe? Is gewoon weg. User disconnected from your channel.